Als je menghaken niet goed op je mixer-keukenrobot past, zijn er 3 mogelijke oplossingen. Opnieuw afstellen, goed schoonmaken en door KitchenAid erkende reparatie. Schakel je mixer-keukenrobot eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact. Lijn het sleutelgat onderaan de menghaak dan uit met de as en de pen. Schuif de menghaak dan op de pen en draai hem vast om hem te bevestigen. Laat de menghaak ook niet op de mixer-keukenrobot zitten, omdat dit ook voor een verkeerde uitleiding kan zorgen. Als je menghaak niet op de as van de menghaak past, zijn er misschien voedselresten vast komen te zitten in de opening van de menghaak zelf. Om dit te voorkomen, was en droog je de menghaken met de hand af en laat je ze niet weken met voedselresten eraan. Gebruik daarna een tandenstoker om de restjes voorzichtig te verwijderen. Als het probleem zo nog niet opgelost is, probeer het dan een paar keer te herhalen. Sommige restjes kunnen goed vastzitten. Ontdek meer op onze website.